Vlamingen Sander Dekker, start een meldpunt waar deze slachtoffers terecht kunnen. Ik was 8 jaar toen het seksueel misbruik begon. En dat heeft geduurd tot mijn 12e. Dus ik moest naakt tussen hun inslapen. Ook mijn tante op een gegeven moment begon me aan te raken. En ik moest haar liefkozen en doen. De overheid moet onderzoek doen naar seksueel misbruik bij de Jehova's getuigen. Dat wil de Tweede Kamer. Het bestuur van de Jehova's getuigen weigert mee te werken. Volgens de Jehova's getuigen zijn er weinig slachtoffers. De politie heeft vorige maand bij 7 panden van Jehova's getuigen invallen gedaan. 751 mensen melden zich bij de onderzoekers. In de meeste gevallen was er geen aangifte gedaan bij de politie. En het heeft een vernietigend rapport opgeleverd. Het rapport levert vooral kritiek op de manier waarop de kerkgemeenschap omgaat met de slachtoffers. Het is toen destijds ook zo een druk op mij gezet, vooral mijn mond dicht te houden. Ja, om de zaak in Gods handen te laten, om er niet meer over te praten. Nou, dan komt u dus met een speciaal meldpunt waar slachtoffers zich kunnen, terecht kunnen melden. Hoe moet dat er precies uit gaan zien? Nou, om te beginnen had ik dit liever niet gedaan. Ik heb veel gesprekken met de Jehova's getuigen gehad. En gezegd, als er zulke rapporten liggen en er zijn zoveel slachtoffers die meldingen doen en signalen afgeven, dan ligt het volgens mij eigenlijk op je pad dat je er zelf wat aan doet. Zoals bijvoorbeeld de katholieke kerk dat een aantal jaar geleden ook gedaan heeft. Dus ik vind het eigenlijk ook wel een zwaktebod dat wij als overheid dit nu moeten doen, omdat wij slachtoffers niet in de kou willen laten staan. Maar het is natuurlijk eigenlijk wel heel erg gek dat de Jehova's getuigen dit zelf niet doen. Ja, want u zegt, we hebben gesprekken gehad daarover, maar daarin was dus elke keer het antwoord van, er is niks aan de hand, dus wij starten geen meldpunt? Of wat zeggen zij dan tegen u? Ja, kijk, ik ga niet in op hoe die gesprekken precies gingen, maar ik heb gezeten met de bestuurders van de Nederlandse Jehova's getuigen. Mensen vlogen over vanuit Amerika. En alle energie was vooral gericht op ontkennen van het probleem. Ze zijn ook 2 keer naar de rechter geweest om de publicatie van het rapport wat vandaag naar buiten is gegaan tegen te houden. Ja, dus ze zitten echt in een stand dat ze niet onder ogen willen zien waar slachtoffers tegenaan lopen. En dat vind ik, dat vind ik echt wel heel erg kwalijk. Ja, en daarmee hebben jullie bedacht van, dan maken we zelf een meldpunt. En daar kunnen mensen dus die dit hebben meegemaakt of die al ook al naar buiten zijn getreden met hun verhaal, die kunnen zich dan bij jullie melden. En dan? Nou ja, het is heel belangrijk dat je het meldt, omdat als je slachtoffer bent geweest van seksueel misbruik, we weten hoe belangrijk het is dat dat erkend wordt, dat je professionele hulp krijgt. En hoe sneller, hoe beter. Hè? Doe je seksueel geweld, hè? Je bent slachtoffer op je meest kwetsbaar, zou je kunnen zeggen. Dat laat enorme diepe wonden na, die je soms je hele leven met je meedraagt. En dan is professionele hulp echt gewoon, kan het verschil maken. En dan helpt zo'n meldpunt. Daar zitten mensen die met je mee kunnen denken, die je advies kunnen geven. Wil je aangifte doen? Ga naar de politie. Kun je daarbij helpen? Waar kun je professionele hulp krijgen? En dat is gewoon heel belangrijk. En ik had het liefst gezien dat dat vanuit de kerk zelf zou gebeuren. Maar ja, als die dat niet doen, dan doen wij dat voor ze. Ja. Marianne de Voogd, u bent de slachtoffer van misbruik binnen de Jehova's getuigen. Hoe belangrijk is zo'n dag als vandaag dat er dat rapport openbaar wordt en dat er dus zo'n meldpunt is? Ja, een soort overwinning. Wel, begin van. vind ik, ja, super. Eigenlijk het gevoel dat je krijgt dat nog nooit gegeven is door de Jehova's getuigen zelf. We zijn natuurlijk altijd nagetrapt. We zijn voor leugenaars uitgemaakt. Dus dit is, ja, super. Ja, wat liep u daar, waar liep u zelf tegenaan? Want het was toen u 14 was. Jong. 14 was het over. Toen stopte het. Ja. Ja, het is ongeveer zo'n 2 jaar heeft het geduurd. Ik geloof dat ik net 12 of nog 11 was toen het begon. Toen alles eigenlijk naar buiten kwam, uiteindelijk, werd er tegen ons gewoon gezegd, je gaat niet naar de politie, werd er tegen mijn ouders gezegd. En dat werd gewoon verboden. En je komt gewoon weer terug in de Koninkrijkszaal, dus in de kerk. En dan doe je maar normaal tegen elkaar. En zo zat ik dus nog, voordat ik eruit gegooid werd op mijn 17e, nog meer dan 3 jaar, 5 vergaderingen per week, tegen zo'n man aan te kijken. Ja, en je moest maar normaal doen, dat werd gewoon tegen je gezegd.
Ik werd er geen fijne puber van natuurlijk. Nee, werd misbruik wel erkend? Dat was wel bijzonder eigenlijk. Want ik wist dat het moest stoppen, maar je weet niet hoe. Want je wordt natuurlijk bedreigd ook. Er is natuurlijk van alles in je oor gefluisterd wat er zal gebeuren als je je uitspreekt. Daar ben je bang voor. Ik durfde er niet mee naar mijn ouders. Ik ben bij hem langs gegaan. Ik wilde hem zeggen van dit moet stoppen. Toen was ik net 14, maar was niet thuis. En toen waren we op een gegeven moment, want alle jongeren kwamen bij hem thuis, zeg maar, altijd televisie kijken, tuinieren, van alles doen. En toen zag ik dat hij eigenlijk mijn vriendinnetje ook wilde betasten. En toen dacht ik, ik ben de enige niet. Het was eigenlijk een hele rare gewaarwording. En toen heb ik gezegd, ik wil vannacht bij je slapen. Want we sliepen vaak gezellig bij elkaar, mijn vriendinnetje en ik. En toen heb ik in het donker van ons kamertje verteld van, ja, dit doet hij met mij. En volgens mij doet hij het met jou ook. En zij is naar de moeder gegaan. Zij kon het heel goed met haar moeder vinden. En zo is het balletje gaan rollen. En normaal gesproken moeten er twee getuigen zijn. Nou, ik was... Gelukkig waren er twee getuigen. Dat gebeurt natuurlijk nooit in dit geval. Maar er moesten binnen die gemeenschap twee getuigen om geloofd te worden. Ja, dus mijn vriendinnetje en ik, dat gebeurt eigenlijk zelden. Want wanneer gebeurt dat nou? Dus ik had geluk, om zo te zeggen. Plus het feit dat hij bekende. Dat gebeurt natuurlijk ook bijna nooit. Dus ik had dubbel geluk, zo gezegd. Ja. En dan nog werd er geen actie op ondernomen? Nou, er werd gewoon gezegd, hij had berouw. Dus dat was prima. Dus dan mag hij gewoon blijven. Er werden hem wat voorrechten afgenomen. Hij mocht geen ouderling meer zijn. Maar niemand in de gemeente hoort waarom. Niemand weet wat die man is. En als hij geen berouw had gehad, had hij uitgesloten geworden. Dan gaat hij de wijde wereld in. Dan weet nog niemand wat hij is. Nee. En als hij... Ja, sorry. Nee. Ja, dit past heel erg in het beeld wat ook uit dat onderzoek komt. Hè, van een gesloten gemeenschap. Ja. Waarbij als er sprake is van seksueel geweld en zelfs een bekennende dader, dat er gezegd wordt, nou, nu proberen we slachtoffer en dader nader tot het kaart te laten komen, om iedereen bij de kerk te houden. Ja. Vooral niet mee naar buiten. Nee. En u bent ook bezig om het niet melden strafbaar te maken. Dus als je het weet, het gebeurt in mijn gezin of in mijn gemeenschap. Maar ik zeg lekker niks, want dat is tegen de omerta, de eer die wij hier hebben. Ja. U wil dat strafbaar maken. Hoe gaat u dat doen? Nou, dat vraagt om een wijziging van de wet. En dat is eigenlijk wat hier vilijn is. De Jehova's getuigen die zeggen, ja, maar wij houden ons aan de wet. En feitelijk hebben ze daar gelijk in. Ja, hoe moreel voorwerpelijk het ook is dat ze slachtoffers zo in de kou laten staan, hebben we op dit moment niet een soort wettelijk instrument om te zeggen, ja, je doet iets wat niet mag. Nee. Dus we gaan kijken of zo'n verplicht, zo'n meld... Plicht. Ja. En een aantal landen hebben dat. En een aantal andere beroepsgroepen ook. Hè. Bijvoorbeeld in de zorg. Ja. Ze willen natuurlijk ook heel erg lang beroepsgeheim. Maar als je tegen dingen aanloopt, ja, dan kan je dat toch niet verborgen houden. Kan je dat toch niet stilhouden. Ja. Gaan we nu ook kijken of voor particuliere organisaties en bijvoorbeeld voor geloofsgemeenschappen zoiets geïntroduceerd moet worden. Ja. We gaan even naar Raymond Hintjes. Jij bent van de stichting Reclaimed Voices. Ja. Kun je even kort vertellen hoe jij hiermee bezig bent gegaan? Ik ben zelf ook een voormalige Jehova's getuige en was heel lang actief binnen allerlei netwerken, ook op social media. En daar werden eigenlijk altijd alle verhalen gedeeld rond het onderwerp seksueel misbruik binnen de Jehova's getuigen. Die verhalen die raakten mij heel erg. Ik heb zelf geen misbruik ervaren, gelukkig. Maar ik ken die gemeenschap wel heel erg goed, ben daarin opgegroeid, daar uiteindelijk ook een ambt in vervuld. Uiteindelijk ook ambt van ouderling. Ben daar ook in getraind. De ouderlingen zijn een soort stamhoofden? De ouderlingen zijn eigenlijk in de lokale kerkgemeenschap degene die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van de kerkdiensten, maar ook voor de afhandeling van een klacht rond seksueel misbruik. Ja. En kon je in die rol dus iets met deze klachten? Wat was de sfeer? Hè? Dus er kwamen mensen naar je toe als ouderling. Wat deed je daar dan mee met dit soort verhalen? Het is allemaal heel erg geformaliseerd. Hè? En van de ene kant heb je natuurlijk protocollen nodig. Maar van de andere kant is de vraag heel sterk... op wie richt je je nou eigenlijk? Is het nou gericht op het behoud van de pleger?
We kunnen nog niet van dader spreken, want iemand is niet veroordeeld. Maar of gaat het om het slachtoffer bijstaan? En misschien moeten natuurlijk alle twee zaken in gebeuren. Maar doordat het heel formalistisch wordt... je bent gehouden aan allerlei instructies... maar je mag eigenlijk ook niet eens handelen... volgens eigen eer en geweten en inzichten die je hebt opgedaan. Maar je voert uiteindelijk instructies uit. Maar die instructie was duidelijk gericht op het beschermen van de gemeenschap... en dus eigenlijk het onder de pet houden van dit soort misstanden. Ja, kijk, of dat nou doelbewust is, daar zijn meningen over verdeeld. Ik weet dat er personen zijn die van mening zijn dat dat wel zo is. Het is in ieder geval een neveneffect van de hele situatie. En je zou kunnen vragen of dat neveneffect goed uitkomt, ja of nee. Ik denk dat het uiteindelijk het resultaat nu is dat het dubbel zo hard terugkomt. En dat er ook zo'n organisatie heel erg reputatieschade is opgelopen. Maar goed, dat is in mijn optiek vooral het resultaat van een houding die deze gemeenschap aanneemt. Ja. Betekent het ook voor u beiden dat eigenlijk de keuze is of je gaat naar buiten met je verhaal? Ik vraag het even aan jou, Marianne. Of dat je, dat je moet breken met de gemeenschap als je dit verhaal wil vertellen. Dat is eigenlijk een harde keuze waarschijnlijk. Ja, je bent in die tijd ben je daar nog te jong voor natuurlijk. Die keuze wordt voor je gemaakt. Ja. En ja, dan zie je dus dat ouders... dus de keuze wordt voor je gemaakt. Dus als je naar buiten gaat met een verhaal, als je klaagt, als je uitspreekt, dan hoor je niet meer bij. Ik uiteindelijk niet meer natuurlijk. Nee. Je mag niet helemaal alles zeggen. En Raymond, want jij bent je natuurlijk gaan bezighouden met deze problematiek. Ik ben uiteindelijk vanwege andere redenen gebroken met deze gemeenschap. Dat heeft meer te maken met mijn relatie met een man. En dat kan ook vaak binnen orthodoxe religieuze groeperingen niet. Ik ben me vooral daarna pas bezig gaan houden met deze thematiek. Ja. Maar het is wel zo dat als bijvoorbeeld de situatie volgens interne regels is opgelost... en jij voelt je als slachtoffer nog steeds niet gehoord... dan wordt geprobeerd de lieve vrede te bewaren of de orde te herstellen... terwijl jij als slachtoffer misschien wel veel meer behoefte hebt... om ondersteund te worden, dat verder gaat dan alleen maar... misschien één of twee bijbelteksten voorlezen. Ja. Maar dat je ook goed begeleid wordt, eventueel zelfs in het vinden... van professionele hulp. Ja. Kijk, ik kan niet verwachten van een ouderling binnen zo'n gemeenschap... dat hij de persoon is die zelf professionele hulp kan verlenen. Daar zijn ze niet toe opgeleid. Maar er zou wel een gang gezet kunnen worden... waarbij het slachtoffer begeleid wordt... om professionele hulp te vinden. En dat is volgens mij wat er dan dus nu precies gebeurt met het meldpunt. Ja. Dus dat is hartstikke goed. Waar het hier om gaat is dat je gewoon het belang van de slachtoffer... gewoon opeenzet. En hier lijkt het belang van de kerk te prevaleren boven dat van slachtoffers. Precies. Dat is natuurlijk toch de wereld op zijn kop. Ja. De eerste stap is in ieder geval gezet. Dank jullie wel. Exact 6 maanden geleden werd de eerste coronabesmetting in Nederland bekendgemaakt. Tijdens een speciale